Kerngezond TV is mede mogelijk gemaakt door Smoothie.nl voor uw smoothiefiets, Mari Zwembaden en Wellness Swansum en Jong Leren Eten Limburg. Jongens, meisjes, papa's, mama's, opa's, oma's, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. Mooi hè? Ik ben in China beland, bij de verboden stad. Weet jij welke mens hier vroeger woonde? De kinderen van basisschool De Zwiek uit Roggel hadden een activiteit vanuit het thema communicatie. Zo was er een gesprek over respect voor elkaar aan de hand van actuele onderwerpen. Er was een beweegparcours voor tweetallen waarvan er één geblinddoekt was. Raad het woord was het spel over verbale en non-verbale communicatie en bij het kickboksen was er aandacht voor bewegen, respect, samenwerken en discipline. De kinderen van basisschool De Krullevaar uit Zevenum kregen een activiteit in het kader van gezonde voeding. Er was een zintuigenquiz, een schijf van vijf beweegspel en heel veel vragen over groenten. Ook dit jaar zetten de kinderen weer hun beste beentje voor in de scholenchallenge. In het prachtige aardbeienland, het gezondste land van de wereld, zijn er maar liefst drie uitdagingen te overwinnen. 1. Beat the rope, oftewel touwklimmen. 2. Cornhole, wie gooit het zakje door het gat. En 3. Een heuse obstakelrun met vele hindernissen. Wie wordt de opvolger van basisschool De Triolier uit Reuver? Wie wint de nieuwe scholenchallenge? In de scholenchallenge is het deze keer de beurt aan basisschool De Mussenberg uit Horn. En dit zijn de strijdlustige krijgers die de touwen in mogen in het onderdeel Beat the Rope. Zet hem op! Daar gaan we. En kijk eens wat een enthousiasme en kracht. Dat gaat heel snel. Niet normaal. En daar tikt hij de balk al aan. En zorgt daarmee voor maar liefst 31 bonusseconden. Wat een goed begin. Ja, daar moet het zakje in. De deelnemers aan Cornhole laten het alvast zien. Maar lukt het ook van verder af? We gaan het zien. Nummer 1 gooit iets te kort, jammer. Nummer 2 gooit raak, hoppa. Nummer 3 gooit net iets te ver. Nummer 4 ook net naast. Nummer 5, maar helaas, dat mislukt, maar toch... Weer 5 bonusseconden. Op naar de obstacle run. En deze onvermoeibare toppers gaan deze ultieme uitdaging aan. Hup, heur! Daar gaan we. Nummer 1 gaat voor een snelle afdaling op handen en voeten. Goed zo. Nu nog een stukje omhoog en nummer 2 aantikken. Nummer 2 moet door het touwennet en doet dat prima. Nummer 3 gaat supersnel over de balk. Top hoor! En nu mag nummer 4 door de banden. Of in dit geval over de banden. Daar is hij al bij nummer 5. Door de touwen naar de overkant. Oei, daar verliest hij de balans. Voetje aan de grond betekent 5 strafseconden. Maar hij herstelt zich snel. Nu nog aantikken. Hallo, aantikken AUB. Goed zo. Nummer 6 mag er vandoor, over de paaltjes. Dat gaat heel snel. En nu nummer 7 nog, met het bandenslingeren. Wat een inzet, geweldig. En daar is de bel. Ja, goed gedaan, basisschool De Mussenberg uit Horn. 97 seconden plus 5 strafseconden is 102 seconden. Maar daar gaan 36 bonusseconden vanaf,
zodat de eindscore 66 seconden is. En dat betekent een fantastische tweede plek in het voorlopig klassement achter basisschool De Ezelsbrug uit Zevenum, de trotse koploper. Dat is beter. Welkom allemaal. In het kader van Jong Leren Eten ga ik vandaag een lekkere pizza maken met jullie. En als bodem gebruik ik naambrood, want dat is stukken gezonder als de standaard pizza bodem. En voor de rest heb ik daarvoor nodig tomatenpuree, een klein beetje kaas, niet te veel, want dan is het weer niet al te gezond. Champignons en wat knoflook. En jullie kunnen er van alles op doen. Wees creatief. Een uitje, een tomaatje, een courgette. Het maakt allemaal niks uit. Allereerst snijd ik de champignon mooi in plakjes. Zo, de knoflook maak ik heel even schoon. Dat doe ik licht knezen. En de knoflook die snijd ik even fijn. En de knoflook die meng ik met mijn tomatenpuree. En die beleg ik al op mijn naambrood. Ik laat de bodem vrij, net zoals bij een normale pizza. Dan de champignons. En allerlaatst een klein beetje kaas, niet te veel. Zo, de pizza is 7 minuten op 180 graden in de oven geweest. De kaas is mooi goudbruin en de randen zijn ook mooi goudbruin. Dus ik ga hem snijden. Zo, mooi grote stukken. Dan leg ik ze op het bord. Doe ik er nog een klein beetje rucola sla over. En dan ga ik er lekker van genieten. Ik zou zeggen, probeer het thuis ook. En smakelijk eten en tot de volgende keer. Ja, het antwoord op de vraag. Hier woonden vroeger de keizers die het voor het zeggen hadden in China. 24 opeenvolgende keizers hebben hier gewoond sinds de 15e eeuw. Daarmee zijn we ook aan het einde van deze aflevering van Kerngezond TV. Ik bedank jullie voor het kijken. Blijf kerngezond en tot de volgende keer als ik weer op een andere plek mijn reis voortzet. Doei! Kerngezond TV is powered by Mari Wansum, Sikon Logistics, Jong Leren Eten Limburg, Ria Joosten Catering en Evenementen, Limburgs Uitje en Aardbeienland, het gezondste land van de wereld.